Hey, hoe gaat-ie? Ja, gaat goed. Zeker. Mezelf een beetje fit houden, hè? Je ziet er wel fit uit in ieder geval. Dus zo te zien doe je wel het een en ander. Ja, zeker. Ik ben elke dag gewoon bezig met van alles. Dus blijf je wel fit. Zeker. Ja, ja, mooi man. Even een kappertje geweest ook, zie ik. Ja, ja. Toevallig kan een vriendin van me heel goed knippen. Dus die kon gewoon langskomen om het even te doen. Nu de kappers dicht zijn. Dus dat kwam goed uit. Ja, dan is dat even ideaal inderdaad. Zeker. Hey, en hoe ziet je week er nu zo al uit? Meestal doe ik in de ochtend een voetbalgedeelte, zeg maar. Dus met dribbelvormen of een hardloopvorm. Of keeperstraining. En in de middag probeer ik wel elke dag krachttraining te doen. Om sterker deze periode te komen, zo maar te zeggen. Nou, ben je goed bezig. Zeker, het is natuurlijk een beetje raar. Hè? Het is een beetje afwachten wat er gebeuren gaat. Dat lijkt me best wel onzeker als je daar nu op moet gaan zitten wachten natuurlijk. Ja, zeker. Het is heel onzeker. Omdat natuurlijk niemand weet hoe lang het gaat duren. Dus het is afwachten maar eigenlijk. Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar wij zijn met wat jeugdkeepers maken wat filmpjes met wat dingen wat je toch een beetje kan doen. Dus een hoop vraag naar van wat kunnen we nou thuis doen om toch een beetje fit te blijven. Heb jij een tip of een oefening voor keepers? Wat ze kunnen doen wat vrij simpel thuis te doen is? Ik heb natuurlijk... dat zag ik volgens mij in dat videootje van jullie met tennisballen tegen de muur gooien en weer vangen. Ja. Dat is natuurlijk heel goed voor je reactie. Of iemand met een tennisracket die ballen op je af te laten slaan. En dan gewoon met handschoenen zoveel mogelijk ballen te vangen en tegen te houden. Wij hadden een soort challenge daarin gedaan. Met een tennisballetje met die vuisten hoog houden. Had je die gezien? Toevallig? Ja, ik had hem wel gezien. Ik heb hem zelf nog niet gedaan. Nee. Maar ik zag hem wel langskomen op YouTube-kanaal. Hey, stel dat, dat het helemaal niet hervat wordt. Jij hebt nog een jaar contract toch, bij Volendam? Ja, ik heb nog een heel jaar contract en nog een optie erbij. Voor nog een jaar. Oh, dat is wel top. Dan heb je in ieder geval, zit je daar wel in een zekere periode dan. Dat je in ieder geval niet daar nog bang voor hoeft te zijn. Dat hebben ook een aantal jongens natuurlijk. Die komen daar gigantisch mee in de knoei te zitten. Dus dat is wel lekker. En heb je daar geen zorgen over? Ja, zeker. Een beetje zekerheid is altijd lekker. En nou vertelde je net dat je om het leuks voor de kijkers te doen een quizvraag met een aardigheidje erbij had bedacht. Wat had jij in petto voor de luisteraars en kijkers? Mijn quizvraag is, bij welke voetbalclub ben ik begonnen met voetballen? En de prijs is een gesigneerd paar handschoenen van mij, wedstrijd gedragen. Hey, dat is top, dus... Dat is superleuk. Nou ja, zoals jullie weten, dan moet je dus even abonneren en het goede antwoord onder deze video invullen. Top dat je, bij ons in de uitzending wilde komen. En fijn weekend en spreek je snel, hè? Yes, hetzelfde. Ik spreek je. Hoi, hoi. Okay. Hoi, hoi.